Civiel, de leukste kroeg van Eindhoven, zijn Leen en Jo al helemaal klaar voor de kerst. Dan begin ik al voor Sinterklaas. Jongens, dat niet mee eens. Drie dagen heb ik erop gewerkt. En voor de mensen die hier aan de bar zitten, zeggen de meesten dat dat heel erg rustgevend is. Als je dan kijkt. Als je dan een beetje nog niet in de kerstsfeer bent, dan denk je van, ik zou er best willen wonen. Ja, kerst is toch wel speciaal. En dat eigenlijk heel de maand december is dat wel. Dat is toch iets van, om over het leven na te denken. Ja, dat het allemaal niet zo goed gaat in de wereld zoals het eigenlijk moet gaan. En ook voor de meeste mensen die eigenlijk niet zoveel hebben. En dan hebben we het heel erg goed. Nog steeds. Ik geef niet zoveel om kerstvis. Mij maakt allemaal niet zoveel uit. Ik vind dat de mensen heel het jaar maar goed voor elkaar moeten zijn. En niet alleen met de kerstvis. Nou, ik begreep dat jullie best een bijzonder deurbeleid hebben hier, hè? Ja, met die flauwekul, met daar wel en niet roken allemaal. Toen heb ik gezegd, weet je wat we doen? We doen de deur voort op slot. En voor de verder rest laten we gewoon de mensen die we goed kennen en die hier al jaren komen voor de biljarten en dergelijke en voor de kaarten, die laten we voort gewoon binnen. En ja, dat bevalt ons goed. En dat bevalt de klanten trouwens ook heel goed. Dus niet iedereen komt hier zomaar binnen? Nee, niet iedereen komt hier zomaar binnen, nee. Ja, kijk, of ze moeten met goede bedoelingen zijn natuurlijk, hè? Ja. Als er een mens met goede bedoelingen is, mag je altijd. Dus ja, dat bevalt prima zo. En zo kunnen wij toch op onze oude dag ook nog een beetje lol hebben van de café. Ja. En zitten we toch in onze huiskamer. Ja, want ik denk dat jij s'avonds om 1 uur of s'nachts om 1 uur ook niet meer gaan een visite aan de deur hebt. Dan denk je ook van, dat is te laat. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Kijk, hierachter hebben we nog een hele hoop met allemaal goed bedoelde spullen. Dat is waar we door de jaren heen bij elkaar gespaard hebben. Ja, dat snap je wel. Hè? Dat is niet zomaar. Dat is ontstaan dit. Hè? Dat is niet iets waar je zegt van zo, dat zullen we eens even maken. Krijg je nou ook wel eens spullen waarvan je denkt, dan moet ik er een vredesnaam mee? Ja, dat gebeurt ook wel eens, ja. Maar ik pak dat toch altijd aan. Want ik vind het al heel erg leuk dat de mensen de moeite nemen om hier naartoe te komen om het af te geven. Hè? En dat is het voor je bewaren. Want voor hetzelfde geld gooien ze het weg. Ik heb Elvis altijd goed gevonden, al van mijn 10e jaar af. Ja, toen ik die voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik van, ja, ik zou wel dat ik zo kon zingen. Leen, als ik die vroeger kwijt was, als we ergens waren, dan hoefde ik alleen maar te vragen of er ergens een orkestje zat. En als ze dan zeiden, daar en daar zit een orkest, nou, dan ging ik er naartoe. En van de 10 keer stond Leen daar te zingen. En dan zong ze meestal Kansas City. Kan je ze laten horen? Ja, dat kan wel, denk ik. Daar gaat ie. I'm going to Kansas City. At Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City. At Kansas City, here I come. They got some crazy little men there, and I'm gonna get me one. I'll wait, I might take a train, I might take a plane. If I had a walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, at Kansas City, here I come. They got some crazy little men there, I'm gonna get me one. Oh yeah. Kansas City. Nooit gedacht aan een carrière move? Ik denk dat ze niet aan mij gedacht hebben, mijn carrière. Nee. Ze hebben wel 1 keer voor 1000 man opgetreden, hoor. Ja, in de Hollywood. In de Hollywood. Toen trad Joe Tex daarop. Mr. Loes Caboose was daar vroeger. Ik zei gewoon, I want to sing with you. Hij zei, come on stage. In which key you want to sing? En ik met mijn Brabantse boerenverstand zeg gewoon, begin maar. Tegen alleen al Amerikanen. Dus die dachten van, nou, dat is weer zo'n dorpsgek, laat maar doen. Dus op een gegeven moment Kansas City. En het was afgelopen. En iedereen zag pas eigenlijk, toen iedereen begon te klappen, dat er zoveel mensen waren. En toen begonnen mijn knieën toch wel een beetje te knikken. En toen zei hij,
do you want to sing another song with me? I said, no, thank you very much, Mr. Tex. I'm gonna have a drink for my nurse. And that was it. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. Hier zitten wij de wereld te verbeteren, hè? Leen in de stoelijke dag. Opa hier. Ja, dat is nogal eens rap gebeurd. Ik bedoel, wij hebben zo'n formatie, hebben wij zo voor elkaar samen hier, hoor. Zo ja. Voor het kabinet. Wij weten wel hoe dat allemaal moet. Dan ons maar te bellen. En dan komen we wel uit. In zeker, heel veel dingen. Zeker met een stuk of drie flessen bier in ons kiel. Dan is dat niet zo moeilijk. Meestal vieren wij wel kerstmis in tweeën. Voor ons is dat gewoon een dag. Wij zijn ook gewoon open met kerstmis. Snap je? Wij zijn ook kerstavond niet gesloten of zo. Ja, wij zijn eigenlijk nooit gesloten. Alleen de deur is op slot. Maar wij zijn altijd in de café. Dat is nou iets waar... Ja, dat doen we graag, hè? Ja. Best ontleden. Ja. Ja, luister, we hopen natuurlijk dat de Brabanders allemaal een goede kerst hebben en dergelijke dingen meer. En ja, dus wat moet ik ervan zeggen? Ja, de Brabanders. Ja, dat ze het goed hebben en dat ze elkaar... Want daar zijn we. En dat ze niet allemaal elkaar op z'n sodemieter gaan liggen schieten. Ja. En dat ze in de mouw te slaan en zo. Dat ze te rustig houden. Godverdorie. Een beetje aardig zijn voor elkaar. Ja. En iedereen zijn eigen leven willen laten leven op zijn manier. Niet allemaal bemoeien. Nee. Hoeft dat niet. Dat is kerstmis. Ja. Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year.